Er gebeurt op dit moment veel in de wereld. Het einde van de pandemie is wellicht nabij. De Russen vallen Oekraïne misschien binnen. Een dierenverzorger in de Burgerzoo heeft de geboorte van een zeekoe gefilmd. Wat? Maar er is één stabiele factor waar we ons allemaal aan kunnen vastklampen. Eén rots in de branding waar de golven van de zee der onzekerheid zich op kapot slaan. En dat is het nieuwe seizoen van The Bachelor. De goden zijn ons goedgezind. En natuurlijk is ook Slick Rick daar weer bij, die speciaal voor dit seizoen wat slappe Spaanse woorden heeft geleerd. Bienvenido en México. El amor. Su casa. Entrada. Maar wie is die godenzoon die uit de hemelen getreden is om tientallen vrouwen voor hem te laten strijden? Thomas van der Vlucht. Maar wie is dat eigenlijk? The Bachelor, Thomas van der Vlucht, is 29 en bij het grote publiek bekend als een van de drie waaghalzen van Stuk TV. Wacht. Stuk TV? Oeh, na het horror-einde van vorig seizoen met Tony, ik heb scheid aan iedereen's gevoelens, Meloni, hoop ik toch dat deze bachelor wat minder liefdevolle vrouwenzieltjes kapot maakt. Dus laten we eventjes kijken hoe Thomas er precies in staat. Vind je het spannend eigenlijk? Ja, dit is al een ding. Het is natuurlijk super persoonlijk. En het gaat ook heel veel over gevoelens. Ik moet me echt open gaan stellen. Dus ik heb wel hier even goed over na moeten denken. En ook wel moeten voorbereiden. En ook of ik dit echt zo wilde. Maar hoe bereid je je voor op zoiets? Ik heb dus gewoon best wel veel romantische films gekeken. En ook af en toe aantekeningen zitten maken, weet je wel. Voor dates en dat soort dingen. Ja, dat is dan wel heel cute. Thomas is heel bewust bezig geweest met de strategie voor dit programma. Hoe gaat hij de liefde vinden? Dat hij daar romantische films voor heeft gekeken is nou niet per se de beste voorbereiding. Neem bijvoorbeeld de film Hitch. Albert, die neergezet wordt als een dikke loser, is vrij obsessief bezig met het verkrijgen van die ene super aantrekkelijke top carrièrevrouw. Let me give you my number. Do you have a pen? Yes. Great. En natuurlijk, die obsessieve schaarste mindset wordt beloond, want hij krijgt daadwerkelijk de vrouw zonder dat hij echt een super grote transformatie doormaakt. Hij past gewoon wat techniekjes toe en voilà, hij heeft de dame. Of wat dacht je van de Notebook, waarbij Noah Ellie tegenkomt op de kermis en vraagt of ze met hem wil dansen. Zij zegt nee. Waarom? Nou, daar heeft ze gewoon geen zin in. Wat doet Noah? Gaat als een creepy stalker na blijven staren en achtervolgen, terwijl Ellie met een andere man wegloopt. Vervolgens dwingt hij zichzelf aan hem op, terwijl hij met één hand aan een reuzenrad hangt, zodat Ellie uiteindelijk toegeeft en met hem uitgaat. Creepy? Mucho. Ik zeg niet dat je deze films niet moet kijken, maar het advies daarin wil je skippen. Als publiek weet je namelijk dat deze twee mensen bij elkaar horen. Waarom kijk je rondkomt om die liefde te zien, die romantiek? Daarnaast weet je ook dat deze knappe verschijning geen psychopaat is. Dus vind je het helemaal niet gek dat hij dit soort dingen doet. Dus interpreteren we zijn gedrag als een groots romantisch gebaar dat we allemaal wel in ons leven zouden willen zien. Dit is echte liefde. Kijk eens hoe toegewijd is. Hij heeft een training genomen bij Epke Zonderland, zodat hij aan één hand aan een reuzenrad kan hangen om de date van zijn leven te scoren. Yay! Besef je dat dit soort romcoms jouw beeld van liefde kunnen beïnvloeden? En normaal als je denkt dat je daar de juiste informatie uit gaat halen om je partner te vinden, dan kun je jezelf lelijk in de voet schieten. Als jij advies wilt dat wel echt werkt en je de grootste kans geeft dat je daadwerkelijk een liefdevolle relatie krijgt, download dan mijn gratis e-book door simpelweg hier te klikken, je e-mailadres in te vullen en dan stuur ik dat gratis naar je toe. In dat e-book krijg je onder andere 21 sterke voorbeeldberichtjes die jou helpen om het WhatsApp-contact met een man leuk, aantrekkelijk en speels te houden. Zodat je makkelijk de tijd van de eerste date naar de tweede date overbrugt en niet alleen op de date zelf zorgt dat de band tussen jullie sterker wordt, maar ook via de berichtjes die jullie sturen, zal je zijn emoties heftiger maken, omdat je het contact zo leuk, speels en charmant weet te houden. Download dus dat e-book als je echt advies wil. Voor nu gaan we terug naar de video, want waarom is deze bachelor nog vrijgezel? Maar dat vraag ik me ook af, jij ziet goed uit, goede baan, waarom is het nog niet gelukt? Misschien omdat ik het zo druk had met werk ook. Dus dan moet je ook maar net de tijd vinden om een relatie te onderhouden en te hebben. En je weet het nooit als je een relatie begint of dat echt stand houdt. En ik heb het een aantal keer geprobeerd, maar ja, dat was het dan toch
niet. Maar zit je met je hoofd ergens anders? Of? Ja, maar ook ja, veel met werk bezig geweest. En is dat nu leeg? Is er ruimte voor? Ja, er is nu wel echt meer ruimte voor. Ik heb ja, daar goed over nagedacht en het is nu een stuk rustiger. Mijn levensfase eigenlijk. Ik heb best wel een wilde periode achter de rug. En ik denk dat ik daar nu wel klaar voor ben. En het lijkt me ook mooi om iemand te vinden waar ik mee dingen kan delen. Dat doet me denken aan deze uitspraak. Soms is de persoon die jij ontmoet niet relatie-ready. Wat betekent dat je aantrekkingskracht met hem kan ervaren, een chemie hebt en zelfs wel een beetje verliefde gevoelens ontwikkelt. Maar omdat hij in een fase zit in zijn leven waarbij er geen ruimte is in zijn hoofd voor een relatie. En het is heel gevaarlijk om te denken dat jij dat gaat veranderen. Allemaal als je op hem gaat zitten wachten. Nu, Thomas zegt dat hij wel klaar is voor een relatie. Maar wellicht zijn dat gewoon mooie woorden, zoals we vorig jaar ook gezien hebben. Daarom wil je ook altijd kijken naar zijn acties. En dat ziet er zo uit. Ik ben al sinds kort ook uit Amsterdam verhuisd, wat natuurlijk best wel een rare stap is. Iedereen, veel van mijn vrienden, dus hoezo doe je dat? Dus ik ben gewoon echt happy hier. Ik heb hier rust. Ik kan me focussen op de dingen die ik belangrijk vind. En nu denk ik van, ik kan best wel misschien op lange termijn gaan denken, weet je. Misschien komt er dan wel eens een keer een kind of een, weet je wel, dat soort dingen, weet je. Dan ga je daar over nadenken. Dit is een topsignaal. Thomas zegt niet alleen dat hij klaar is voor de volgende stap in zijn leven. Zijn daden onderschrijven dat. Hij is wegverhuisd uit Amsterdam, waar hij waarschijnlijk een lekker vrijgezellen leven leiden. Om rust te vinden in een kleiner dorp. Je ziet dat het een natuurrijke omgeving is. En daar wil hij na gaan denken over de volgende fase van zijn leven. Maar goed, dat zei de vorige bachelor ook. Ben je klaar voor een serieuze stap? Ja, echt absoluut. Ik heb een heel mooi vrijgezel leven gehad. Ik heb een aantal relaties gehad, waarvan er... ze zijn niet gelukt, maar daar heb ik ook wel heel veel van geleerd en weet ik wat ik wel en vooral ook niet wil. Dus laten we Thomas nog wat verder onder de loep nemen. Want er is namelijk nog iets dat mij opviel en dat is de band met zijn ouders en de band tussen zijn ouders. Komt erin! Hey, fijn je weer te zien, man. Ik ben ontzettend gezegend, denk ik, dat ik zo'n leuke, mooie familie heb. Dat is wel echt iets moois, want de familie wordt nu op deze leeftijd wel echt iets belangrijks. Thomas is een lieve jongen. Als het een moeilijke tijden, dan komt er een bloemetje voor de deur. Dan zegt, staat er op mama en papa, ik hou van jullie. Dat is wel echt super lief. Laat een hele warme kant van Thomas zien. En let nu bij het volgende fragment op hoe zijn moeder over haar gevoelens voor zijn vader Rijn praat. Dat vind ik altijd nog van Rijn. We hebben ook wel eens wat, maar dat ik altijd, als hij thuis komt, ik kijk altijd naar hem uit. Ja. En dat is een bepaald gevoel. Vraag aan jou. Wat is het gevoel dat je hierbij krijgt? Waarschijnlijk een heel liefdevol, warm, mooi gevoel. En dat komt omdat er heel veel signalen van affectie zijn. Signalen van affectie zijn belangrijk omdat het laat zien dat mensen in het hier en nu hun waardering voor de andere persoon tentoonstellen. Dit is cruciaal voor een kind om op te groeien. Het kind heeft namelijk de juiste condities nodig waarin het zich gezien voelt, gehoord voelt, met zowel negatieve als positieve emoties bij de ouders terecht kan en daar een afgestemde reactie op krijgt. Wanneer dat er is en zo'n veilige omgeving gecreëerd wordt, ontwikkelt een kind een veilige hechtingsstijl. En die hechtingsstijl echoot door in alle romantische relaties die dat kind later op volwassen leeftijd aangaat. En wat je hier zo mooi ziet, is dat dit gezin totaal geen moeite heeft om te praten over de signalen van affectie. Gaat moeder over de gevoelens die ze voor haar vader heeft, zie je dat Tony, slip of the tongue, goddamn. Oef. Ja, die trauma's van vorig seizoen kwamen af en toe nog naar boven. Maar ik heb het hier natuurlijk over Thomas, die zodra zijn moeder iets lief zegt, haar gelijk een knuffel geeft. Wat heel mooi laat zien dat zowel moeder als zoon zich op hun gemak voelen om liefde te tonen. En het zijn dit soort signalen waaruit ik opmaak dat Thomas waarschijnlijk een stabielere jeugd heeft gehad dan Tony. Ik noem jullie allemaal de moeder als jullie mij kritiek geven. Junior. Goed, heeft deze bachelor dan nog een gevaarlijke kant? Ja, ik ben veel aandacht. Best wel leuk. Dat kan ik niet ontkennen. Als ik chance heb of als een mooie vrouw tegenkom en die heeft aandacht van mij, dan vind ik het zeker interessant. Dus ja, ik heb dat wel veel gezien.
nu zie ik wel in dat de relatie wel voor toegevoegde waarde is. Weet je, dat voor long term is dat veel interessanter en veel leuker en heb je daar veel meer aan. Thomas vertelt u dat hij aandacht kreeg van het vrouwelijk schoon en daar flink van genoten heeft. Wat ik vaak zie is dat mannen een bepaald bachelor-ideaal willen uitleven, zodat ze zichzelf een soort van bewezen hebben op het gebied van vrouwen. En wanneer dat eenmaal gelukt is, zichzelf zelfverzekerder voelen, meer eigenwaarde toekennen, dat ze dan in een fase komen dat ze denken van, ja, ik voel me nu goed over mezelf, ik ben aantrekkelijk voor vele vrouwen, nu wil ik er eentje kiezen. Wat niet per se betekent dat hij zich niet meer aangetrokken kan voelen tot andere vrouwen, niet meer geniet van flirten, dat hij opeens als een soort monnik door het leven gaat. Nee, hij kan er nog steeds van genieten, maar hij ziet in dat een diepe, toegewijde relatie veel meer waarde heeft dan het vrijgezelle bachelorleven. Samengevat denk ik dus dat Thomas alles best wel goed op een rijtje heeft en met de juiste instelling meedoet aan dit programma. In tegenstelling tot sommige dames. Ik ben zeker klaar voor een relatie. Waarom? Omdat ik eigenlijk al mijn hele leven vrijgezel ben. En ja, ik zie om me heen gewoon heel veel vrienden van mij die samen gaan wonen en gaan zettelen en huisje boven je beest. Dus vandaar dat ik er nu wel echt aan toe ben. Ja, ik draag al heel mijn leven een broek aan mijn benen en ik zie om me heen al mijn vrienden en vriendinnen een broek op hun hoofd gaan dragen. Dus ik dacht, ik ben er wel klaar voor. De motivatie van deze dame is dus heel erg extrinsiek. De rest doet iets. Oh, nou, nu heb ik een beetje FOMO, dus dan moet ik er ook maar snel aan beginnen. In plaats van echt dicht bij zichzelf te kijken, te zien wat ze zelf wil en vanuit daar mee te doen aan dit programma. Iets wat ik bij Thomas dus wel zie, zijn motivatie is echt intrinsiek. Hij vindt dat hij zelf toe is aan de volgende stap. Is in een rustig plaatje gaan wonen, waar zijn vrienden zelfs een beetje onbegrip voor hadden. Die begrepen dat niet helemaal. En daarom denk ik dat we met deze bachelor de grootste kans hebben dat dit programma gaat eindigen in... El Amor. Juist, een serieuze relatie met de winnares. Benieuwd wat voor signorita jij aan de haak slaat. Een signorita. En na deze klassieke dad joke zijn we klaar voor... de dames. Maar welke dames de beste indruk maken en welke dames het niet zo goed doen en wat de perfecte manieren zijn om een krachtige eerste indruk te maken, dat laat ik je zien in een volgende aflevering waarin ik je maar liefst 5 tips geef hoe jij zelfverzekerd bent vanaf de allereerste ontmoeting, waardoor mensen een veel warmer en positiever gevoel bij jou krijgen. Abonneer natuurlijk op dit kanaal om die video niet te missen. Dan zie ik je terug in de volgende video. En zie je bij Bachelor Thomas. Stay tuned. Liefde.